Ja jongens, een hele goede dag en tof dat je kijkt naar deze nieuwe aflevering van Gear Talk. In deze aflevering ga ik het met je hebben over de Gascamp Heatbox 2000. Ja, de meest veilige kachel van dit moment. En ik ga je precies laten zien waarom deze kachel perfect geschikt is voor jouw outdoor trip of eventuele vistrip. Ja, de Gascamp Heatbox 2000. Ik heb hem hier voor me staan in het groen, maar ik heb ook de RVS variant nog in de doos zitten, dus die ga ik je zo meteen laten zien. Ja, de meest veilige kachel van dit moment. En dat is eigenlijk met de reden dat deze kachel gebruik maakt van een koolmonoxide beveiliging. Ja, die zorgt ervoor dat de kachel uitslaat op het moment dat er te weinig zuurstof is in de ruimte waar je je bevindt. Dus een super veilige kachel. Verder maakt deze kachel gebruik van een beveiligingsmembraan aan de bovenzijde, zodat je niet met je vingers bij de warmtebron komt. Nou, die warmtebron die wordt gestuurd door een thermostaat. En dit is een van de weinige kachels die gebruik maakt van een thermostaat. Nou, die thermostaat zorgt ervoor dat de omgevingstemperatuur waar je je in bevindt niet onder de temperatuur zal komen die je instelt. En op het moment dat dat wel gebeurt, zal de kachel automatisch aanslaan om de ruimte weer te verwarmen. Nou, hier aan de voorkant in de behuizing zie je een kijkgat en hierin kan je de waakvlam zien branden. Dus daardoor kan je ook met zekerheid zeggen dat de kachel aanstaat. Ja, en als we dan naar de zijkant kijken, zie je aan de meest rechterzijde de thermostaatknop. Dus deze kan je handmatig zelf instellen op de temperatuur die je wilt. Ja, de automatische ontsteker, ook niet onbelangrijk. En aan de achterzijde vind je de aansluiting voor de gasslang. Nou, mooi is om te benoemen dat deze Gascamp Heatbox 2000 standaard geleverd wordt met een meterlange slang. Wel belangrijk om te benoemen is dat hier geen drukregelaar bij zit. Dus ja, deze die kan je er wel nog bij aanschaffen als extra accessoire. Nou, kijk je dan naar de onderzijde, zie je dat hier twee verstelbare poten zitten, waardoor de kachel in dit geval dus ook mooi stabiel kan worden neergezet. Ja, en verder is gewoon de bouwkwaliteit van deze kachel zeer hoog. Vooral de hendel etc. voelen gewoon zeer solide aan. En is het een kachel die in dit geval echt wel een behoorlijk wat aantal jaren mee moet kunnen gaan. Nou, deze RVS variant lijkt natuurlijk gewoon op de groene variant. Het enige verschil is dat deze RVS is. Handvat, zelfde kleur zwart. En ook op deze kachel zitten de thermostaat en de automatische ontsteking. Aan de achterkant hebben we ook weer dat aansluitpunt voor de gasslang. Ja, de bovenzijde is voorzien van datzelfde veiligheidsmembraan. En ja, de behuizing is ook voorzien van dat kijkgat, zodat je kan zien of dat de waakvlam brandt. Dus in dit geval de RVS en de groene variant. Nou, deze twee tassen die je hier voor mij aan de linkerzijde ziet staan, nou, die worden geleverd in zowel groen als zwart. Deze kan je er als accessoire bij bestellen. Dus dat zijn sowieso al twee hele handige tassen. Ja, wat wij als hengelsportliefhebbers natuurlijk graag hebben, is dat we een iets grotere tas hebben. Zodat we in dit geval extra accessoires of producten mee kunnen nemen die goed passen bij het product waar het eigenlijk om draait. De Gascamp Heatbox 2000. Nou, hiervoor hebben we deze Corda tas. En deze hebben we zowel in het olijfgroen als in het camo black. Ja, heel makkelijk. Deze tas die biedt genoeg ruimte voor zowel de Gascamp als voor bijvoorbeeld dit accessoire. Ja, deze accessoires die zorgen ervoor dat je stroming beter wordt voorzien door je tent heen en waardoor je dus je warmte in dit geval één kant op kan sturen. Zeker een handig accessoire als het komt op de echt koudere nachten. Nou, zoals je ziet kan je dus in dit geval alle kanten op met deze Gascamp Heatbox 2000. Mocht je verdere vragen hebben over dit product, laat ze dan achter hieronder in de comments. En ben je benieuwd naar dit product, dan zet ik ze hieronder in de bio, zodat je dit op je gemak allemaal even terug kan lezen. Ja, ik hoop dat je hebt genoten van deze video, dus subscribe even op ons kanaal mocht je dat nog niet hebben gedaan. Like deze video en dan zie ik je bij de volgende Gear Talk.